Goedemorgen en welkom bij mijn nieuwe vlog. Vandaag ga ik iets extra toevoegen aan mijn vlog. En dat is een paar van jullie vragen beantwoorden en een beetje context te geven over wat ik het heb. Een tweetal weken geleden heb ik aan jullie op Instagram gevraagd, hebben jullie vragen van mij? En die ga ik dan vandaag doorheen de dag beantwoorden. En sinds ik nu een paar rustiger weken heb, want op mijn wedstrijden voor de eerste helft van het seizoen zijn gedaan, dus had ik aan jullie gevraagd, vinden jullie het goed om een video te zien in een dag waar dat ik iets minder train dan anders? En jullie vonden dat goed, dus ga ik dat jullie vandaag laten zien. De planning voor vandaag is te bieden een half uurtje te gaan lopen. Dan ga ik studeren. 2-3 uurtjes. En daarna heb ik eigenlijk alleen maar vrije tijd. Ga ik met mijn Sky wat bezighouden? Ga ik wat racen? Als jullie mij volgen op Instagram, weten jullie wel dat dat een interesse van mij is, racen met auto's. En voor de rest zal ik nog wel zien wat ik ga doen. Maar dat is al zeker wat ik ga doen vandaag. Dan zie ik jullie subiet het lopen. Dus wat ik ga maken is yoghurt met aardbeienconfituur en dan ga ik er zometeen nooit aan toevoegen. Dus het volgende wat ik ga toevoegen is geen idee wat dit is, maar ik heb me laten wijsmaken dat dat gezond is en dat je dat bij je yoghurt moet toevoegen. Dus dat gaan we doen. En dan krijg je dit. Ga ik opeten en dan ga ik studeren. Ik zal een klein beetje erover vertellen van hoe dat gaat toe, hoeveel dat gaat toe. Want er was een vraag dat was gesteld op Instagram. Dus dat ga ik jullie zometeen uitleggen. Ik ga eerst dit opeten. Dus, hoe doe ik mijn studies? Helemaal ingewikkeld. Ik heb hier een soort schriftje. Daar doe ik dus al mijn notaties op. Ik schrijf mijn formules hierop. Ik schrijf tussenstappen van mijn oefeningen hierop. Gewoon zoals je zelf schriftje gebruikt. Ik heb ook cursus waar dat ik alles kan leren wat ik ga moeten leren voor mijn examen. Cursus van 115 pagina's. Dus valt heel goed mee. Alles is daar heel kort en bondig ingeschreven. Wat je er ook bij krijgt is een website. Een website krijg je erbij. Daar heb je nog aparte oefeningen op dat je kan maken. Ik studeer zo'n 2 uur per dag. 7 dagen van de week. Het is niet dat ik in het weekend niks doe. Ik studeer gewoon elke dag 2 uurtjes ongeveer. Soms 1 uurtje, soms 2,5. Soms niks. Ik heb nu mijn examen van wiskunde binnen exact een week. Volgende week vrijdag. Nu is het vrijdag. De dag dat ik de video opneem. Dat is mijn laatste echte vak dat ik ga moeten doen, wiskunde. Binnen een week en 5 dagen heb ik dan mijn allerlaatste vak, fotografie. Dus dat is het. Ik zal nu eventjes laten zien, timelapse maken van. Als ik hier eventjes bezig ben, het zal geen uur zijn. Ik zou zelf een half uur op willen stoppen. Maar ik zal een timelapse maken.
Dus nu ga ik met Sky oefeningen doen, omdat dat goed is voor hem en zo gaat hij ook beter luisteren. Hier! Goed zo! En ik doe ook oefeningen met Sky, omdat... oefeningen doen. Dat was een vraag die was gesteld, dus dat ga ik tonen. Wat ga ik vandaag doen? Yoga en lenigheid. De reden waarom ik vandaag geen stabiliteit of core ga doen, dat zal ik wel na mijn oefeningen uitleggen. En dat zal ik wel begrijpen waarom ik dat vandaag niet ga doen. Zo vaak oefeningen doe, dat ik niet elke keer stabiliteit of core moet doen. Kracht doe ik sowieso normaal gezien bijna nooit. Dus daarom zijn mijn meeste keer dat ik oefeningen doe, alleen maar lenigheid en yoga. De reden waarvoor dat ik zoveel oefeningen doe, zijn minder blessures en een betere loopstijl hebben, waardoor dat ik efficiënter ga lopen en dus minder krachten ga verliezen. Je hebt waarschijnlijk ook wel gezien dat ik andere kleren aan heb. Dat komt omdat het een andere dag is. Omdat de dag waar het meest is gefilmd, ik moest die dag geen oefeningen doen. Ik zeg, maar moest je het vreemd vinden dat ik ineens andere kleren aan heb. Dus nu weet je.
video geregeld. Sorry dat die zo laat is uitgekomen. Ik heb al problemen gehad met mijn account. Maar die zijn voorlopig weer opgelost. Moest er toch iets zijn dat niet duidelijk was voor jou, stuur mij zeker een berichtje of laat iets weten in de comments. Ik zal altijd beantwoorden. Moest je een suggestie hebben voor mijn volgende video, laat het altijd zeker weten. Stuur een berichtje, maakt niet uit hoe. Ik zal het zeker in gedachten nemen en zien wat ik daarmee kan doen. Dus zoals ik zei, super bedankt om te kijken naar mijn video. En ik zie jullie weer bij mijn volgende video. Bye!